Loop je gewoon? Nee, jij? Dus. Nou, hè? Ja! 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 Een hele goede morgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn weer op maandag beland. Dat betekent dat de kinderen weer lekker naar school gaan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Kijk, ze hebben zelfs kaarsje aangezet. Hé. Wat een gezelligheid hier. Ja. En dan bij het gebeuren. Nou, Luxie die gaat ook weer lekker naar school. Lucius die gaat naar het peutergebeuren. De opvang. En Luan en Lucilla die zijn nog even bezig met een Roblox. Repar. Die Joost is van mij. Jou? Die was een roze achtbaan. Oh, een roze achtbaan. Oh, nog een keer. En die was mooi. Eerst paars. De tassen zijn alweer klaargezet. Dus dan breng ik eerst zo meteen even jullie weer naar school. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Was weer druk bezig met de tassen en straks even wat afval leegmaken, want die belde uit. En Luxie en Luan, die waren de tas bij de weg. Oh ja. Luxie. Die stond er nog. En deze zware tas van Luan, jongen, wat heb je erin zitten? Beton. Ja. Oh, heb je altijd een zware rugtas, man. Nou, mama brengt jullie even lekker naar school. Ik zeg heel veel plezier op school. Lusjes gaat ook. Ja, doe jij de rits dicht? Dat doe je goed, man. Nou, en dan zie ik jullie vanmiddag weer. Tot vanmiddag, kids. Nou, jongens. Ondertussen zijn de kinderen al een hele tijd op school. En zijn wij hier even wat werkdingetjes aan het doen. Op de laptop. En ondertussen zegt Daniel, ja, het is tijd om Lucius weer op te halen. Zoals jullie weten is Lucius altijd op het kinderdagverblijf. Tijd is om. Op deze maandag. De tijd is om. Hij is lekker aan het spelen. Tenminste, dat hopen we dat hij lekker aan het spelen is. En niet alleen maar aan het slapen. Ja, hij is ook lekker aan het spelen. Maar, dan is het altijd weer de vraag, ja. Ga jij hem halen of ga ik hem halen? Ja, haal jij maar, want ik moet voor de boekhouder allemaal dingen downloaden. Dus daar heb ik nog even werk mee. Wil jij rijden? Ja, dat zegt hij. Maar ik heb ook niet... Dan moet de buurman even halen of hij hem ophaalt. Ik heb een ander idee. Als je niet weet wie nou wat moet doen, en je wilt allebei hetzelfde, wat doe je dan? Helemaal een TikTok-trend op het moment. Dan geef je gewoon even. Dan maak je gewoon even een loodje. En dan lood je gewoon wie gaat halen. Jij of ik. Dus, ik heb hier dus twee loodjes. Even een beetje husselen voor jou. Kijk me aan, hij weet niet dat ik het deed namelijk. We hebben hier een loodje. Jij halen, ik halen. En hij mag even niet zien. Niet kijken! Je keek. Niet kijken. Ik halen, jij halen. Hij weet niet welke wat is. Oké. Okay. Niet spieken. Pak hem maar één. Jij halen. Nee, jij. Nee, jij halen. Dan zeg je jij halen. Jij halen, die heb ik halen. Kom mee. Oké, jongens, ik ga even Lucius halen. Ja, en dan gaan we zo ja, meteen. Ik heb ik halen. Ja, ik denk, dan moet jij me halen. Nee, maar jij trekt hem, dus jij. Ik heb er weer niet. Hé, hey, wie doorgaat voor een ander? Valt zelf in. Hey. Ik ga dacht over de dingen. Ik denk, ik trek het juiste loodje. Ik ga even Lucius halen van school, jongens. Tot zo. En ik zit in de auto om Lucius op te halen van het kinderdagverblijf. Oeh, wie hebben we dan weer? Onze Lucius. Wat zo leuk op school, schatje. Wat zo leuk op school. Heb je een mooi slaapje gedaan? Nee, ik ben net zo leuk op de kindjes. Zullen we ruilen? Jij deze? Nee, ja. En mama de sleutel. Mama de sleutel? Dank, jongen. Gaan we naar papa toe, hè? Ja. Zo. Gaan we naar papa toe? Ja. Gaan we een lekker slaapje doen thuis? Hij heeft hartstikke hard gespeeld, zei de juffrouw. Heel goed broodje gegeten, goed gedronken. Dus dat was helemaal top. Dan heeft hij een vol buikje. Oké. Nou jongens, dan gaan we weer op.
naar huis. Zijn we weer thuis? Ja. Oké. Kom maar. Oh, neem jij die mee? Neem jij die mee? 1, 2. Doep. Zo. Zo. Ja. Hi. Ik ben weer thuis. Lusjes is weer thuis. En weet je wie er altijd thuis is op te wachten? Kijk. Dat zijn Woezel en Pip. Dat zijn Woezel en Pip. Ja, nou hij is gelukkig in de auto niet in slaap gevallen. Hé? Gaan we eerst even lekker binnen even wat eten? Hij heeft toch wel gegeten. Kijk, ik heb een Woezel al aan. Een Woezel, jongen. Hier is hij weer, hoor. Ja. Kom, we gaan eerst jouw jas uit. Wij gaan even lekker met mama aan de bar. Of zullen we aan de tafel? Wat zullen we uitzetten op de visjes? Kijk eens. Kijk, oh. Kijk eens, wat we hebben. Dat hebben we uit school. Die hadden we nog over. Ja. Ik voel een loodje aankomen. Mama is in de loodjestemming, Lissies. Kijk eens, we hebben ook een gezonde zalmsalade. Oeh ja, die is voor papa. Nee, maar dat ligt aan je loodje, hè? Oeh, even. Dat ligt aan je loodje. Is dat zo, Lusjes? Ja. Wordt het de taart? Wordt het de salade? Dat doet. Ja, goed zo, kijk. Lusjes kiest voor de salade. Goeie keuze, jongen. Hey, dat is een hele goede keuze van jou. Nu hebben we het hier de loodjes. En nu gaan we ze even husselen. Husselen. Mag Lusjes het trekken? Lusjes mag trekken wat papa gaat eten. Kijk eens, jongen. En wat heeft hij? Wat is het? Wat heeft hij? Salade! Salade? Kijk eens. Ik zag het niet. Ah, de salade! Nou, jongen. Mwap, 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 mwap. Had ik de taart weer weg? De kindjes uit school. Ah, die taart, die halen we weg, jongens. Nu zitten we weer terug in de koelkast. Deze taart hadden we nog over van de feestje van Luxie, omdat we toen dachten van misschien hebben we te weinig, nemen we een extra taart mee. Misschien bleven er nog ouders die een taartje wilden. Vandaar dat we die taart dus nog over hebben. Maar helaas, het is geen taart geworden. Lang leven de loodjes. Jongen, lang leven de loodjes. Dat was een schot, ja. Waarom lag er nog niet zo? Ik zie Daniel prutsen met die landkaart. Ja jongens, we waren ondertussen bezig met en het kijken wat ons leuk lijkt voor de zomervakantietour die we met de camper gaan maken. Dat was hij aan het doen. Wereldkalender hebben we hier niet. Dus ondertussen is het weer de vraag. Wie gaat er halen vandaag? Dan mag ik trekken, goed? Dan mag jij kijk eens, deze hebben we nog van toen straks. We gaan namelijk nu Leon, Lucilla en Luxie weer halen van school. Maar ja, hè? Ik heb heel veel werk te doen. Ja. Ik heb Lucius al gehaald, dus ik denk, ja, jij mag halen. Maar goed, we hebben je briefjes, je mag het bij mij doen. Niet laten zien, hè? Ik haal. Ik of ik? Ik geef ik hem aan jou. Ik laat hem Lucius en ik doe nog het laatste. Ik haal. Nou jongens, ik weet niet of ik het wel in moet houden, want ik ben iedere keer de Sjaak. Oké, okay. Lucius slaapt lekker bij het aquarium. In zijn kinderwagentje. Dus dan ben ik hopelijk op tijd klaar voor de kids te zijn. Tot zo. Nou jongens, ik heb mijn loodje weer getrokken hoor. Het is mijn eigen idee. En iedere keer heb ik het loodje wat je net niet wil, zeg maar. Zo erg is het ook niet hoor, om de kinderen even te halen. Oh, zie mij dan. Ik heb gewoon de verkeerde bussleutel mee. Maar wat zit er gewoon hier in de auto? De sleutel. Nou ja, gewoon het automatisme een sleutel gepakt. Niet eens gekeken welke sleutel. Wat ze dus niet weten is dat we dus meer van dit soort leuke loodjes hebben gemaakt. Om ook zo meteen natuurlijk bij de kinderen te doen. Het is een welbekende TikTok ding van die loodjes trekken. Maar ik dacht, hoe leuk is het dat om gewoon dat gedurende deze vlog
us te gaan doen. Beginnend met mij en Daniel natuurlijk. Maar ja, de kinderen die vinden het natuurlijk ook wel leuk. Tenminste, als ze het goede loodje trekken. Dat is nog maar de vraag. Nee, ja, een bordje. Oh, je hebt een druk bordje. Oh ja, wat leuk, Luxie. Nou, Luxie die heeft een pakketje van school gekregen. Er was iemand jarig. Even kijken, Kiki. Hij zei het nou weer. Hier overheen. Luxie wil naast mama zitten, hè, schatje? Ja. Nou ja, dat doen we maar even verder. Lekker eten. Oeh, had je die nog niet op? Loodje. Had je die nog niet op? Je leuk, op loodjes. Met een puzzelboekje erbij. Nee, dat was leuk op school. Dat is niet een puzzel. Een doek. En een doek. Een doekboekje. Ja. Een doek. Leuk, Luxie. Dus jullie hebben het ook allemaal leuk gehad? Ja. Nou. Als een panter? Maar mama, ik weet niet welke maand. Ik zie je aan of mijn de jurk van Lucilla van jou, de panter. Nee. Ja. Nee. Nou, dan moet je even kijken welke grote welke is. Maand. Dan kun je vanavond vanzelf zien. Waar waren even gevallen. Een stukje hier. Maar goed, we rijden al door de boom, hè? Nou ja, in ieder geval, wij gaan naar huis. En mama heeft een heel leuk ideetje. Mama die heeft jullie namelijk op moeten halen omdat ik een loodje heb getrokken. Het loodje dat ik moest ophalen. Mama die moest straks een loodje trekken om die taart te geven. Om een leuke voor salade. Oh. Wat die? Lusjes had getrokken en je had de salade getrokken. Oh. Dus ik heb ook een loodje, dus vind je dat leuk? Ja. En mama, we gaan trekken dat we wat we uit van avondeten gaan eten. Pizza. Of iets heel vies. Ja, broccoli de boontjes. En wie komen daar weer thuis? Vragen aan de kids. Ik zeg laptop dicht. Morgen weer verder. Kijk, hier zit ze. Hallo. Kom er maar uit. 1, 2. Hoppatee. Ja. Wat is een atje? Een atje? Atje is een heel snel slokje drinken. Nou. We zijn weer thuis. Verzinnen, wat is Peppa? Welkom thuis. Mag ik nu een keer met jou langs voor de deur met Luxie en voor de flessen in zijn leven? Ja, de kinderen zijn weer thuis. En ik heb hier de eerste loodjes voor ze. Kijk. Wat gaan we doen? Deze. Wat gaan we doen? Deze geef ik aan. Deze geef ik aan. Oké. Luan. Luan mag de eerste doen. Oké. Let op, hè. Nee. Dan moet ik ze eventjes andersom. Oké. Nou, trek er maar één. Wat staat erop? Ja, je hebt een goeie! Weet je wat hierop stond? Een smerige smoothie! Jullie mogen er ook eentje. Jullie al weten waar die ligt. Kijk, hij weet precies waar het ligt. Daarbovenin hadden we nog een poesje. Ja? Nog één taart. Zag je zomaar de tompoesjes? Nee. Ja? Met die chocolade, die van jou. Oh, die taart. Ja, die had papa toen straks voor de lunch. Maar papa had het verkeerde briefje. Papa had de salade. Maar dat is juist goed voor papa. Ja, dat is wel waar. Dat was de salade. Nou hebben jullie de tompoesjes, jongens. Mm. Deze tompoesjes die lagen nog in de vriezer. En iedere keer als die vriezer open gaat, oh, mogen we een tompoesje? Ik dacht, nou, dit is misschien wel een leuke. Als je een loodje trekt, mogen we een tompoesje. En anders maakt mama een smerige smoothie. Nou ja, dat bewaren we maar weer een andere keer. Toch? Nou, die dacht ik nooit, mama. Die dacht ik nooit. Oeh, lekker. Oeh, zijn ze lekker, jongens? Oeh. Het is, Okay.
Nu man. Dat leek net echt. Nu is dat ik dacht net echt dat je dat doet. Ik heb nog eentje. Oh ja. Ik kom er gewoon zo uit. Kijk eens hier, eentje. Niet te veel, anders krijg je buikpijn. Oh, daar gaat het om, poes. Daar gaat het om, poes. Wat moeten we daar nou weer mee doen? Nou ja. Mama, heb ik er nog één? Wil je er nog één? Ik ga het ook wel eens. Oh, zullen we de papa ook eentje geven dan? Ja. Omdat hij zijn taart niet mocht vanavond straks. Oh, kijk dan. Luxie, die denkt altijd aan papa. Dat is typisch Luxie, hè? Wow. Nou. Ja. Dat is wel even lekker zo als je uit school komt. Ja? Ja. Nou. Was dit een goeie, jongens? Hoeveel heb jij erop? 3? En jij ook? Jij 4? 6? Maar mam, ik heb er wel gepakt, zeg. Heel oud het eigenlijk wel verdiend. Nou, het scheelt dat het mini tompoesjes zijn. Nee, als het niet, vies is, moeten jullie dat doen. Ja? Oké, jongens. Ah, mam. Dit is... Lucilla, kies er maar één. Nee, je mag niet spieken. Nee, maar is dat er 3 keer? Ja, 3 keer een ijsje bijvoorbeeld. Oh, maar wat staat daar? Ja. Wat kies je? Oh nee, dat vind ik zo... Ja. Of 3 keer een flesje smoothie drinken. Ja, doe. Pak gewoon. Ja. Wat staat er? Handen. Nee, wat staat er? Handstand. En weet je wat hierop stond? Snel. 3 keer opdrukken. Oh, je hebt een goeie gepakt. Wat ga jij 3 keer opdrukken? 1. Maar ik 2. 1 keer. 3. Oh, wat goed, Lu. 4. Oh, wacht, gaat nog meer. 1, maar jongens. 5 keer. Oh, je had de handstand. Ik kan er niet aan. Ja, dat wordt de handstand, jongens. 1, 2, 3. Deze twee opties. Wow, die zijn leuk vuilnis buiten zetten. Ja. En wie gaat deze trekken? Luxie. Mag niet kijken, Luxie. Mag niet kijken. Oh nee. Wat? Welke ga je trekken? De bovenste of de onderste? Dit is de vuilnis buiten zitten. Ja. Dus ze heeft de goeie. Ja. Maar wat heeft ze dan? Een cadeautje uitpakken. Een cadeautje uitpakken. Oh. Kom, maar op de bank zitten. Ga op de bank zitten. Een cadeautje. Luxie is toch niet jarig? Ja. Een cadeautje, Luxie. Wat is het? Oh. Wat is het? Dat is een nagelsetje met plaknagels. Een nagellak. Papa stenen. Dan kun je tussen papa's voetjes doen. Zo, met tenen ertussen. Ik zeg papa stiel. Maar ik weet niet het oude huisje. Mag ik nog niet zelf nagellakken? Toen vroegen jullie wel, mag ik jullie nagels lakken? Toen zeiden jullie naar beneden. Toen zei papa, doe maar gewoon thee wel. Ja, toen ging papa schoon de tenen. Mag ik eentje voor jou doen? Wat? Nieuwe maken? Ja! Nee! Oh jongens, de kinderen zijn slimmer jongens. Die denken, ja, wat mama bij ons doet, gaan wij ook bij mama doen. Maar Luxie, de kleinste moet voor je pink. Moet ik je even helpen? Moet ik jou helpen, Luxie? Oké, dan moet je eerst even je vinger. Deze moet op pink. Dit is een?
smiley. Very good. Oh, Luxie, dat is wel heel leuk. Ze zijn veel te groot. Nee, maar die zijn echt leuk. Oh. Groot. Oh nee, die zijn juist lang. Bal. Ah, ik vind het wel leuk. En die zijn echt hele lange dingen. Dat is mooi, hè? Ben je klas heel veel weer geweest? Ja? Zo, je hebt toch gevaar. Kijk, dan doe je zo, hè? Met die lange nagels. Maar Lux, voor jou zijn het echt hele lange nagels. Ja. Het zijn wel kinderplaknagels, zeg. Ja, maar 5 jaar. Je weet het niet. Oh, Luxie, dat is wel heel leuk hoor. Ja. En we hebben nu alleen maar de goede gedaan, hè? Ja. Ja, hoe kan dat nou, jongens? Kunnen jullie... Echt waar, hè? We hebben niet gespiekt, jongens. Kunnen jullie helder zien? Ja. Ik heb niet gespiekt. Niet gespiekt. Anders moest je de vuilnisbuiten zetten. Die andere was de vuilnisbuiten zetten. Ja, met de poepluis van Luusje. Nou, doe papa het. Ik doe het, jongens. Ik kan echt niet. Ja? Oh, Luxie, wat vind je ervan? Lang, hè? Mooi, hè? ASMR, jongens. ASMR van Luxie. Nee, dan gaan ze weer af. Dan gaan ze weer af. Dan breek ik zo. Maar wij willen er nu in bij jou. Nee, echt? Ja. Oké. Luxie is helemaal blij met haar nagels. Maar nu, wat ik niet had verwacht. Is dat... Mama! Dat... Ja? Maar heb je je handschoen aan van die heel? Ja? Dan had ik wel jonge nagels. Ja, dan heb je panter klauwen. Ja. Maar wat kleuren. Maar wat ik niet had verwacht. Ik, ja? Ik hoor wel een beetje gejuich. Wie grappig is dat, hè? Maar dit is als je lange nagels hebt, hoor je dat. We hebben nu dus een loodje gepakt. Wat ik dus voor hun had gemaakt. Die hebben ze bekeken. En ze zeiden, mam, jij moet deze trekken. Mama, ja? Ja. Moet ik nu eentje kiezen? Ja. Ja. Nee. Ik kijk niet. Dit heb ik voor jullie bedacht. Dat had ik niet voor mezelf bedacht. Mama, wat was het? Groene haren. Oké, stond goed. Oké, dat moet wel kunnen. Groene haren, jongens. Dit had ik eigenlijk voor jullie bedacht. Ik denk, dit vinden jullie vast leuk, groene haren. Nee. Waarom moet ik het nou weer doen? Ja, het is met jouw schoothaartje nu moeten schijnen. Jongens. Nee. Oh ja. Oh ja, het is 4 dagen carnaval. Morgen mogen jullie verschillen. Ja. School verkleed. Oh mama, dit ziet zo lekker uit. Ik heb haar los. Ach, zie je dat toch? Tada. Nou mama, jongens. Ik voel mijn peetjes ook groen. Ik heet het ook groen. Ik voel mijn peetjes heel groen. En je? Ja. Ik groen. Mama, ik voel mijn peetjes heel groen. Wil jij ook groen? Ja. Nee, ik vind het echt leuk. Ja, vind ik het leuk? Ja. Dat zijn echt puntjes. Dat doe je echt puntjes. Maar ze moet nog naar dansen toe, hè? Mama, ik wil ook. Jij ook? Ja. Ik wil ook. Ja. Ook een beetje de achterkant. Zo. Weet je deze kant nog een beetje? Zo. Oké. Okay. Mama, ik wil ook. Oh, allemaal in het groen, jongens. Die groen staartje. Mm. Oh, ben je nog een staart? Ik heb allebei groen haar. Maar ik wil ook beetjes hier. Ook hier? Ik wil alles. Helemaal? Ja. Helemaal. We lijken wel Shrek. Ik kijk mama zo, hè. Lijkt net Pippi Langkaan. Mama, opetjes eraf. Oh, Luxie. Maar ik wil opetjes eraf. Zo. Nou jongens, nou hebben we allemaal groen haar. Nou, niet iedereen. Behalve Luan. Nee, ik wil niet. Nee, doe het. Welke gaat
gaat het worden? Welke gaat het worden? En het is? De vogeltjes. Oh, hij heeft de verkeerde. De vogeltjes dan, jongen. Nou, volgens mij is er moeite mee. Oké, jongens. De kinderen die zijn aan het spelen op de speelkamer. Maar ik heb hier weer een leuke keuze. Een rode neus of een rode lippenstift. Oké, hier zijn ze. Wie wil er weer trekken? Lucilla, Luxie? Nee, ik heb een andere beurt. Jij bent in de beurt? Oké. Nou, trek er maar één. Nou jongens, ik moet heel eerlijk zeggen dat rood wel staat bij je groene haren. Nou, echt helemaal niet. Ah. Ja, natuurlijk liever een rode lippenstift gehad. Ja. Maar het is een rode. Dat is de andere lippenstift. Nee. Ja, die andere was rode lippenstift. Nee. Rode neus. Ah. Ze moet zo nog naar dansen. Ja. Oh nee, je hebt groene haar. Nee, dan zeg ik van ja, carnaval. Carnaval. Nee, ik heb wel met groene haar, dus ja. En ook met een rode neus. Het is de keuze van Luxie. Die of die. Welke gaat ze trekken? Welke gaat ze trekken? Oh, joh, helemaal groen, ja. Ja, maar mijn hand is ook helemaal groen trouwens. Oké, we laten ons niet afleiden. Wat gaat het worden? Oh, wat is dat? Rode lippenstift! De goede keus! Maar ik was meteen met mijn neus gaan halen hoor. Nee! Zilla gaat gewoon met een rode neus naar dansles. Nee! Het is carnaval! Hey, dat doe ik ook met een rode neus. Ik moet jullie wegbrengen naar dansen. Wat? Papa die gaat vanavond uit met. Maar wat? Wacht, nu we beginnen het loodje te trekken mee naar binnen. In, bij die in de zaal en dan schoenen. Ja, dat is een goeie. Nee. Of in de auto blijven zitten. Ja. Nee, maar mama gaat niet de hele tijd in die danszaal zitten. Nee, we gaan wegbrengen naar binnen. Oh. Heb je even voor mij? Je hebt een goeie gepakt. Je hebt een goeie gepakt. Heel mooi. Maar dit past bij mijn haar. Het past wel bij je haar, ja. Ja, ze is een nagel kwijt, jongens. We moeten even de nagels zoeken van Luxie. Ja? Ja? Nee, naar binnen. Nee! Kijk eens, zit het erop? Kijk. Mee naar binnen. Oh. Nou, dan breng ik jullie straks naar je dansles. Maar mama, maar ik ga niet naar dansen. Nee? Jij hoeft niet naar dansles vanavond. Nee. Maar je gaat wel mee. Nagel gevonden. Nou, Luan heeft je nagel weer gevonden. Bof jij even. Oh jongens, ik moet zeggen dat mijn haar wel erg leuk kleurt bij het truitje wat ik aan heb. Maar goed, ik heb er nog eentje. Namelijk deze. Wat staat erop? Deze is voor Luan. Oh, dat ik is ben benieuwd iets met... Wat hij gaat... Ah. Mama! Luan is hier. Nou, Lu. Ik heb weer een leuke voor jou. Nou. Denk er goed over na. Ja, niet echt heel goed. Want het kan wel eens gevolgen hebben. Nee, maar niet kijken. Echt niet. Nee, niet te lang. Je moet nu kiezen. Nee. Wat heb je? Wat heb je? Krijg 50 euro. Alsjeblieft. Anders moest je betalen. Nee, ik heb geen 50 euro. Ik heb 45 euro. Dan had je nog een klusje moeten doen. Ja. Hallo, dit was een inbordspelletje. Ah, nee. Mama. Grapje, jongen. Maar dan moet je me één ding beloven. Niet meteen uitgeven. Nee, kom hier. Je moet je één ding beloven. Kom bij mij zitten. Nee, ik vertrouw het niet meer.
Dat jij de hele maand het vuilnis buiten zet. Nou, dat dacht ik niet. Leon is een boef. Zeggen we dat? Ja, dat was wel het spelletje. Maar anders had ik 50 euro voor jou gekregen. Hey. Luan. Dit doet Luan met kleine zusjes. Pak hem, Luxie. Pak hem. Pak hem. Luxie heeft 50 euro. Oh, je zin heeft er ook weer gedaan. Ik heb hem weer terug. Dank je, dank je. Je mag hem. Oké. Lucilla wilde er ook een maken voor Luxie. Oké. Nou weet ik niet wat je hebt opgeschreven. Nee, maar ik kon dit woord niet helemaal opschrijven. Even kijken. Maar ik weet wel. Dit woord kon ik niet helemaal opschrijven, maar ik weet wel wat dit is. Gouden wouw. Nee. Oké, wisselen. Welke ga je kiezen? Rooie wangen! Oeh, Lucilla gaat los op Luxie. Oké, eerst maak ik een puntje op haar wangen. Niet zo groot. Niet zo groot. Lucilla. Zo, rode wangen. Mag ik zo jouw spiegel? Ja. Oh, die is een vierkant. Een vierkant? Zie je? Kijk, rode wangen. Hé, hey, kijk jongens. En papa die doet de vuilnis. Hé, hey, toppie. En hij heeft niet eens een loodje getrokken. Dit is de laatste. En die laten we trekken door papa. Nou, je mag trekken. Je mag je ogen open doen. Ja, je moet er gewoon één trekken. Hoe gaat het worden? Wat is het? Stemmen op de Kids' Choice Award. Wij zijn genomineerd voor de Kids' Choice Award. Ja! Superleuk! Een hele nieuwe nominatie ook weer voor ons. En dit is voor de leukste familie van Nederland. Ja. Dus we zouden jullie willen vragen, als je het leuk vindt, of ons ook leuk vindt natuurlijk, willen jullie dan op ons stemmen? We zetten de linkje onder even. Ja, in de beschrijving. En, ja, wie weet. Winnen we wel een Nickelodeon Choice Award, Kids' Choice Award. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, jullie hebben hele mooie groene haren. Ja, dit is volgens mij ook een beetje de kleur van de Choice Award, of niet? Wauw, ja, ja, dan word je helemaal geslijmd, hè. Met slijm onder de winter. Ja. Maar leuk, dus als jullie willen stemmen, lieve fans, alvast ontzettend heel erg dankjewel. We zetten de linkje onder de video en wie weet. Ja. Hé, jongens? Nou, dit was weer de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk een keer de loodjes te trekken. Een beetje de trend die op TikTok rondgaat. Hè? Want Luan en Lucilla die krijgen ook heel veel van dat soort trekloodjes. Oh, en dan wordt iemand wakker. Lucius wakker. Dus we gaan lekker met Lucius verder rest knuffelen, jongens. En mijn haren even uitwassen. Oh nee, ik moet zo jullie wegbrengen, hè? Ja, dan moet je mee naar binnen. En ik moet mee naar binnen, dat heb ik getrokken. Nee, je moet ons ophalen. Ja, ja. Ja, ik breng jullie weg, want ik ga met een afspraak door. En mama haalt jullie op. Ik haal jullie wel, met mijn groene haren. Nou. Vond je dit nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer. Nieuwe video. Want de tijd vliegt snel voorbij.